Mitchell. Ik ben Erik Jan. En wij zijn in de voorzichtig in de orde van de stichting Maxima Helden Kerstrit. En waarom wij doen dat? Omdat wij we gaan in 2017 een mooie actie als een vriend in een groep. En wij hebben deze gedaan voor gezelligheid, maar ook voor helpen de kindjes voor de Maxima ziekenhuis, het Maxima Centrum. En de actie is gegroeid in de jaren. We zijn de vierde editie, maar dit jaar wij doen niet meer met een grote groep, omdat de corona. En wij doen het allemaal in het hele land solo ride. So, dat is een manier te brengen awareness aan mensen voor de kindjes helpen. En misschien Erik wil er meer welke specifiek? Ja, we zijn dus een plan om zoveel mogelijk geld op te halen voor het activiteitenfonds van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Voor kinderen die ongecontineerd geconfronteerd zijn met kanker. En het activiteitenfonds is erop gericht om die kinderen een mogelijkheid te geven zich even niet ziek te voelen en ook de familieleden eromheen. En daar is veel geld voor nodig. En daarvoor rijden wij samen als kerstmannen op motoren door heel Nederland. Om iedereen te mobiliseren om ons goede doel te steunen. Liefst met heel veel geld, want dat is wat we nodig hebben. En waar kunnen de mensen donatie naartoe doen? Ze kunnen naar onze website maximaashelderkerstrit.nl. Dat is een uitgebreide website waar alles verteld wordt over wat onze doelstelling is en waarvoor we het doen. Er is ook een directe link om te kunnen doneren. Dat gaat rechtstreeks naar het ziekenhuis, dus dat gaat niet via een andere omweg. Wij hebben wel als bestuur een stichting opgericht. Die stichting is opgericht om een duidelijk platform te geven en ook een soort lange termijn visie voor ons doel. We hebben een voorzitter, ik ben de secretaris. We hebben Richard als penningmeester. Penningmeester. Maar daarna veel andere jongens dat zijn heel gemotiveerd en helpen ons met de diverse functie. Website, sponsors zoeken, verkeerregelaars voor de evenementen. En veel anders dat zijn vindt heel leuk wat wij doen. En wij denken dat wij doen goed en een doe goed mag goed. En dat is wat de mensen willen. En de warmte dat we brengen met de lagen, de rijden op deze manier. Zeker. Ja, is een altijd vrolijke ontmoetingen. Ja, precies. En vandaag is dus het oosten van Nederland aan de beurt? Voor jullie? In de oost. Ik heb de A10 verlaten en we bevinden ons nu in het mooie Arnhem. Om daar ook mensen te mobiliseren. Voor ons goede doel. Oké, prima. Ja, de fantastische positiviteit dat wij gaan naar kijken van de corona is de fact dat normaal de event is in Utrecht en de mensen komen bij in Utrecht, maar dit jaar dat kan niet. Zo wij hebben gezegd doen we een solo ride en ik als een voorzitter die gaat in elke kant op de land, elke weekend voor hem brengen de actie, de motivatie, de idee. En daarom samen met Erik, vandaag we zijn hier in de oosten of de Nederland. Mm-hmm. We beginnen hier van Arnhem en dan we gaan door en wij brengen ons idee.